In een leegstaand winkelpand aan de Meierijgaarde in Veghel hangen sinds vrijdag 26 schilderijen van het meisje met de parel. Een idee van teken- en schilderdocent Lonneke de Wit van Phoenix Cultuur. Ik zat voor de tv en ik was naar het project Rembrandt aan het kijken. En daar werden de leerlingen, cursisten, deelnemers uitgedaagd om het meisje met de parel te schilderen. En jouw leerlingen van Phoenix Cultuur, ja, die kon je niet anders bereiken dan via de mail, denk ik. Ja, klopt. Dus ik ben, ik denk ik ga ook een soortgelijke opdracht uitzetten naar hun. En ik heb ze gevraagd om een interpretatie te geven van het meisje met de parel. Waarom het meisje met de parel? Nou ja, eigenlijk echt wel naar aanleiding van het televisieprogramma, omdat daar zoveel in zit. Licht en donker, het is heel ambachtelijk, je moet goed kijken, de verhoudingen moeten goed zijn, de compositie moet mooi zijn. En dan nog een eigen interpretatie geven, dan ben je echt nog weer een stapje verder. Ja, je vertelde de interpretatie van Op z'n Meierijs. Ja. Wat is er zo Meierijs aan? Het Meierijs is eigenlijk alleen maar dat de mensen allemaal uit Meierijstad komen die deze meisjes hebben gemaakt. En dan heb je 26, verschillende interpretaties. Heb je nou eentje waarvan je zegt van daar gaat mijn voorkeur wel naar uit? Nee, ik vind ze allemaal even mooi, dus ik ga geen voorkeur uitspreken. Wat vonden jouw cursisten van deze opdracht? Nou ja, het resultaat is hier te zien. Ze vonden hem superleuk. Ze zijn vol enthousiasme ermee aan de gang gegaan. En ik was vrij snel vrij trots op hun resultaten. Van onder andere Henriette van Schijndel, die deze opdracht wel zag zitten. Dus zij geeft een thema en ja, dan begint het in je hoofd te draaien van wat zal ik kiezen? Maar ik vond het een fantastische opdracht, want het was ook goed te doen. Het meisje met de parel is namelijk, lijkt eenvoudig, het is natuurlijk hartstikke moeilijk, maar dat licht en donker van Vermeer, dat komt eruit. En dan ga je aan de gang en dan begin je het precies te schilderen en je gaat weer wegkrassen. En tot je eindelijk een keer tevreden bent en zegt zo is het. Voor jou ook nog bijzonder, want je hebt je dochter geschilderd. Ja, mijn dochter die was net van tevoren getrouwd voor wij die opdracht kregen. En die zat toen een parel in te doen. En toen had ik eigenlijk meteen het idee, die ga ik als meisje met de parel doen. Want we waren van Lonneke ook helemaal vrij. Er hangen ook hele vierkante, abstracte dingen. En dus, ja, wij waren helemaal vrij. Dus ik belde haar, ik zeg, mag ik mijn dochter? En ze zegt, ja, kijk maar, je bent helemaal vrij. Dus die hangt nou ook in de etalage. Ja. Hebben de leerlingen jou verrast? Ja, enorm. Echt. Ik was helemaal onder de indruk. En meerdere mensen waren al onder de indruk van het meisje.